Je weet het meteen. 16 december is de show Mystiek in het Chassé Theater. Waar overigens nog kaarten voor te krijgen zijn. En wij vragen aan de mensen van de show hoe ze tot dit initiatief gekomen zijn. Iedere twee jaar maken wij een show. En ieder jaar hangen we daar ook een andere naam aan. We hebben sparkles gehad uh, en dit jaar hebben we mystiek gemaakt. Omdat we het ook een klein beetje in de tijd van het jaar wouden houden. En dan is het donker, is het wat mysterieus, is het een tijd vol verrassingen. En ja, mystiek, verrassingen, spannend, hoort wel een beetje bij elkaar denk ik. Die 16 december, want dan is het de uitvoering in het, in het chassé. Uh, wat verwacht u van die avond? Ik verwacht dat de mensen zeggen: van, Goh. Uh, ja, het is weer eens wat anders dan de televisie die we opslaan. De geëikte programma's koken. De geëikte sterren die iedere avond op televisie op iedere zender te verwachten zijn. En ook dusdanig mensen ook te zien krijgen. En dat ze hier de, de showbiz, de glitter, de glamour. Uh, muziek, dans en gezelligheid. Geen domme sketches, geen onbegrijpbare dingen, maar muziek en dans en show. Verzorgd door een hele hoop mensen. Een heel gevarieerd gezelschap, dus eigenlijk. Um, heeft u zelf het verhaal bedacht wat erachter zit en hoe brengt u dan die groepen tot een geheel? Uh, heb ik zelf het verhaal? Bedacht. Ja, Het verhaal is altijd heel moeilijk. De start, uh, als we de show gehad hebben. Vorig, twee jaar geleden hadden we paarden op het toneel. En in een koets, zo'n hele mooie sprookjes, Cinderella, koets, levende paarden. En dan heb je de show gehad en dan roep ik een kreet, dat komt de volgende show. Nou, dat is dan, ja, mijn man die weet het inmiddels al, een kreet die dan werkelijkheid moet worden. Dus daar gaan we dan ook weer op verder. Dan gaan we muziek uitzoeken. ga ik muziek schrijven. Dan ga ik arrangementen maken. Want ook mijn eigen groep Johan doet natuurlijk mee. Daar gaan we de nummers instuderen. Dan ga je kostuums maken, pruiken maken, nou ja, alles. En dan gaat het een klein beetje een draai en een wending krijgen. En op een gegeven moment gaan alle puzzelstukjes, en dat zijn er heel veel, gaan dan tot één groot puzzeltje komen. En dan in één keer, dan flats, wordt er een woord gezegd. En dan zeggen we, en dat wordt het. En dan staat hij. En als er dan mensen thuis zitten die denken: God, dat lijkt me wel iets om daar een keer aan mee te doen. Is dat mogelijk? Hoe gaat dat? Ja, dat is mogelijk. Ze kunnen natuurlijk uh, via onze website uh, kunnen ze altijd informatie krijgen. Ze kunnen ook via kunnen ze mij mailen. Uh, kinderen heb ik natuurlijk ook die die avond uh, hele leuke solistische rollen en, en groepsrollen gaan uh, vervullen. Dus ja, mensen kunnen zich uh, altijd aansluiten. Ze kunnen ook op donderdagavond komen kijken in dit geweldige, leuke café van, uh, van Twan in de Dorscheberg de Teteringen. Daar repeteren we altijd op donderdagavond. Dus als ze eens mee willen maken in repetitie, hoe het werkt, hoe het gaat, alles kan. Breder nu. Je weet het meteen!